Bijbabbelen met Menno. Bijbabbelen met Menno. Wat zal die Badr Hari blij zijn dat hij weer in de bak zit, zeg. Als je in de buitenwereld bevriend bent met types als IJs Geiraat en Leon de Winter, dan zit je veiliger achter de tralies. Zijn weekend begon natuurlijk al totaal kak. Ben je net vrijgelaten, begint Estelle meteen te zeiken. Nee, je neemt me nooit meer mee aan het eten. En wat moet je dan als goedbedoelende lobbes? Want dat is het, hè. Laat je niet misleiden door de media. Iedereen heeft het wel over Badr de Vechthond, maar Leon de Winter, mensen kennen puur zang, zag het meteen. Dit is zo'n vrolijk vuilnisbakkie, zo'n knuffelkont. Natuurlijk, hij heeft dan wel het schuim op de kaken, maar dat is omdat hij zo dol is op plakjes worst. En dat mag hij eigenlijk niet, hè? Gekke baddertje, 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 baddertje. Al hardlijpen Leon in zijn meest recente column wel een interessant punt. Die andere goede vriend, IJs Geiraat, heeft nooit begrepen dat hij getuige was. Dat stond niet duidelijk genoeg in het proces-verbaal wat hij heeft ondertekend. Waar de Winter meteen een spannend rechtbankcomplot ziet voor zijn zoveelste bestseller/kleedkamerliteratuur voor K1-vechters, schrik ik daar toch wel een beetje van. Die IJs is Mr. Miljonairsver, een succesvol zakenman. Bij een gewiekst goudhaantje verwacht ik iemand die over iedere cent dagenlang loopt te bakkeleien, een echte komma-neuker. Deze platina pretletter zet lachend overal zijn krabbel onder, omdat hij dan lekker kan patsen met zijn limited edition Mont Blanc. Dan moeten er toch wat alarmbellen afgaan. Zeker als die vriend ook nog eens je zakelijk adviseur is. Als die homeboy jouw naam heeft gedeponeerd als merk. En die goedbedoelende maat volgens de quote financieel bijna aan de grond zit. Dan weet je toch meteen, die denkt niet in termen van vriendschap en loyaliteit. Die denkt in brand awareness en mediamomenten. Op vrije voeten is geen mens geïnteresseerd in de Badr-badlijn. Eenmaal in de gevangenis is die naam veel meer waard. Reken maar dat je de lachers op de hand hebt als je na het voetballen onder de douche stapt met een stuk bad boy Badr zeep aan een touwtje. En op zijn advocaat hoeft meneer Hari ook niet te rekenen. Waar is Bram Moscovici als je hem nodig hebt? Brammy weet wel wat horeca is. Overal waar je kunt happen of suipen met zwarte poen. Maar Badr zit opgezadeld met Benedict Fick. Een vrouw die nog nooit van de afkorting horeca heeft gehoord. Blijkbaar is dit de enige vrouwelijke rechtenstudent die tijdens haar studie niet is uitgewoond in een ranzig hotel, met haar ja-club heeft zitten schransen in een klassiek restaurant of zichzelf helemaal blind heeft gezopen in een café. Als je alles zo bij elkaar optelt, kun je alleen maar concluderen, de gevangenis is echt zo slecht nog niet. Dus Badr, leef je uit achter die tralies, dan kom ik volgende week weer gezellig bijbabbelen.